De familie MacDonald heeft gisteren in het kader van Internationale Museumdag historische archieven en foto's van de familie gedoneerd aan het Surinaams Museum te Fort Zeelandia. Via een videopresentatie heeft Alphonse MacDonald, die in Malta woont, een deel van de geschiedenis van de familie MacDonald verteld. De Internationale Museumdag is in 1977 ingesteld door de International Council of Museums, ICOM, zegt directeur van het Surinaams Museum, Ladi van Putten. De archieven van de familie MacDonald zijn erg welkom in het museum. De belangstelling voor historische foto's van Suriname is bijzonder groot. 10 jaar terug zijn we begonnen met een selectie op internet te plaatsen. 2344 van de mooiste historische foto's zijn voor iedereen, waar hij zich ook bevindt, te bewonderen. Vanmiddag stond de teller op 7.357.241 hits. Nou, dat is gigantisch. Voor vandaag alleen waren het er vanmiddag al 533. En dat gaat maar door, dag in, dag uit. Kortom, de schenking van deze McDonald's-foto's vormen een welkome aanvulling en zijn vanaf vandaag tevens de alleroudste afbeeldingen in onze collecties. Het zijn beelden uit de beginjaren van de fotografie, de jaren 60 van de 19e eeuw. Nogmaals, heel hartelijk dank. Van Putten geeft aan dat Suriname nu meer dan 15 musea heeft. Dat was in het begin van 2000 slechts 3. Met name het Surinaams Museum, het Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam en het Museum de Joden Savanna. Het thema van Museumdag voor dit jaar luidt: musea hebben de kracht om de wereld om ons heen te transformeren.